Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. En vandaag ga ik het hebben over muziek. En bij mij op de bank zit geen talent. Ik kan het geen talent noemen, maar een oude rot in het vak. Zo mag ik het toch wel zeggen? Nou, dat klinkt heel leuk, ja. Hout is wel een beetje heel erg, maar goed. Het is lief bedoeld. Dank je wel, Kenny. Ja, ik zei oude rot in het vak. En dan niet de nadruk op oud, maar wel ervaring. Want zo mag ik het eigenlijk wel zeggen, toch? Ja, ik ben al eventjes bezig, schijnt. De jaren vliegen voorbij, zeggen ze. En blijkbaar is het ook zo, want ik ben al 25 jaar aan het zingen. Ja, 25 jaar 25. Jubileum, dit jaar. Ja, en dat, ga aan het zingen ben ik al veel langer. Ja, nou ja, je hebt de ervaring. Daarom dat ik ook zei, van je bent geen talent, want die jaren zijn al voorbij. Ja. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Het is heel lang geleden eigenlijk begonnen, dan ben ik zover allemaal niet gaan met de leeftijd. Maar in kinderkoor, ik ben in een kinderkoortje begonnen, moest ik voorzingen in de kerk hier in Oostburg. En dan ben ik op een gegeven moment als zanger begonnen in een bandje. Hebben we bruiloften gedaan en partijen enzovoort, dat ken je allemaal wel. En dan ben ik gevraagd door Lucien van der Broeke van de Visserijfeesten in Breskens of ik plaatselijk talent wilde zijn op de Visserijfeesten. En natuurlijk ja gezegd. Ja. Dus zo is het eigenlijk wel begonnen. Ja. 5 jaar geleden, dan zat je ook bij mij op de bank. Hè? Ja. Toen zaten we nog in de time-out. Ja, ik moet het toch zeggen, de bloesjes zijn toch wel... Ja, dat past toch wel een beetje bij je. Je hebt vandaag gekozen voor de bloemetjes. Ja. Is toch wel typerend voor jou, volgens mij. Hè, ja, de niet alleen de bloemetjes. Ik ben het wel in zoverre een beetje de speciale hemden. Niet de gewone hemden die iedereen heeft. Maar de bloemetjes begin iedereen te dragen. Dus denk ik van, nu moet een beetje uit de bloemetjes weg. Nu heb ik toevallig nog wel bloemen aan, maar toch wel iets speciaals nog. Nou ja, het is in ieder geval wel opvallend, maar niks verkeerds daarin. Nee. Hè, want de vorige keer ook een heel mooi bloesje. Ja, 25 jaar jubileum, daar ga je ook groot vieren. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar we gaan eerst toch nog eens even een clipje erbij pakken. Oh. Want ja, je hebt in al die jaren heb je er natuurlijk een heleboel opgenomen. En deze gaat over vakantie. Want ja, we gaan toch ook richting de vakantieperiode. Ja. Zijn er al plannen? Nee, want mijn vakantie is altijd in januari, dus dat zijn voorlopig nog geen plannen. Nee. Nou ja, ik zei het al, vakantie, daar heb je ook een leuke clip en een leuk nummer van gemaakt. Ja. En daar gaan we toch eens even naar kijken. Nou, ik ben benieuwd. In de zomer gaan we hier vandaan. Heidi, heidi, ho. Lekker uit de sleuren van het gezeur. Heidi, heidi, ho. Naar de zon op zee met z'n twee. Even alle stress voor even weg. Heidi, heidi, ho. Hooray, hooray. It's a holly, holly day. Naar het buitenland, naar zee en strand. Holly, holly day. Hooray, hooray. It's a holly, holly day. Op avontuur door de natuur. Holly, holly day. It's a holly, holly day. Zal die dan dus gaan in de file staan? Maar wat is het fijn om weg te zijn. Heidi, heidi, ho. Met de tram op pad in een mooie stad. Heidi, heidi, ho. En zoals dat gaat naar een winkelstraat. Heidi, heidi, ho. Hooray, hooray. It's a holly, holly day. Naar het buitenland, van zee en strand. Holly, holly day. Ja, de vakantie. Nee, januari, dan mag je nog even. Ja. Maar zoals ik al zei, 25 jaar jubileum, dan ga je ook groots vieren. Dat heb je eigenlijk al gedaan. Ja. Een grote show. Dat was een hele mooie show. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen, over de show? Ja, nou, ik dacht, we moeten er iets leuks van maken. Dus ik heb het in België gedaan wel. Het was de Stardancers, die ben jou ook wel bekend. Die waren erbij. Ik had Fabricio erbij, Bandit. En Carmen van FC De Kampioenen. Ja, de nadruk op Carmen. Carmen, ja. Ik heb er lang op moeten oefenen dat het geen Carmen zijn, maar Carmen. En Nero was er niet bij. En hebben we een hele mooie namiddag gehad. Bijna vol zaten we. Met mensen die allemaal lekker kwamen eten. En daarna een hele leuk programma hadden. En het was
als ik het mag zeggen, geslaagd. Ja, heb je dat eerder gedaan? Want het 25 jaar jubileum is natuurlijk iets speciaals. Ja. Maar ja, 20 jaar, 15 jaar is dat eigenlijk ook. Heb je dat al eerder gedaan? Ja, ik heb heel lang in het Lidl Theater shows gedaan. Ik denk 10 jaar heb ik dat hier wel in het Lidl Theater heb ik dat wel gedaan. Kerstshows waren dat voornamelijk. En dan heb ik, daarnaast heb ik ook al verschillende dinnershows inmiddels gedaan. Ja, want die dinnershows, dat is toch iets speciaals. En ja, dat is toch wel weggelegd voor jou, volgens mij. Dat klopt. Dat is heel leuk om te doen ook. Theater is ook heel erg leuk om te doen, maar het is best wel moeilijker. En een dinnershow, ja, dan nodig je mensen uit. Althans, je nodigt ze niet uit, maar ze boeken het diner. En daarbij krijgen ze een hele show. En dat is wel heel erg leuk om te doen. Ja. Is het ook niet lastig, dat theater, omdat je toch eigenlijk wel een beetje de feestartiest bent? Kijk, weet je... Ik heb je wel eens bezig gezien, eigenlijk kun je alles. Ja. En je kunt rustige nummers zingen, maar je kunt ook helemaal uit je plaat gaan. Is het dan zo'n dinnershow wat makkelijker dan een theater voor je? Of zeg je van, nou ja, eigenlijk... Je hebt, het is een hoeien van je. Het is gemakkelijker inderdaad een dinnershow, want je kan er eigenlijk je repertoire in doen waar je gewend bent. En voor een theater wil je toch wat meer gedragen nummers brengen, dus moet je er meer voor gaan repeteren. Aan de andere kant vind ik het wel een heel leuk repertoire om ook te doen, het theater, theaterrepertoire. De rustigere nummers, en ze liggen mij ook. Maar ik ben inmiddels gekend als feestartiest, dus ik moet toch een beetje in die... muziek blijven. Maar ja, er zijn wel plannen om toch wel eens iets nog te doen met alleen maar rustige nummers. Ja, want is het dan ook niet zo lastig, hè? Want je staat inderdaad bekend als een feestartiest, hè? Die tent die gaat op zijn kop als jij binnen bent. Maar is het dan niet lastig om dan toch ook weer naar die rustige nummers te gaan? Ja, terwijl dat je dat heel goed kan en dat dat ook in jouw... Ja, op sommige optredens of dinnershows is het te combineren. Maar een volledig, echt, zoals je zelf zegt, dat je op een feestavond staat, ja, dat moet ik niet doen. Dan kan je er dus een doelbeest alles in gooien, maar dat is geen luisterliedje. Maar echte luisterliedjes, die kan ik daar niet brengen, nee. Ja, 25 jaar, jubileum. Je bent al veel langer bezig natuurlijk, maar het is een jubileum, 25 jaar. Kinderkoning. Ja. ja, wat is nou het mooiste, eigenlijk het mooiste wat je in die 25 jaar hebt gedaan? Het was allemaal mooi. Ja, dat is altijd, altijd een leuke vraag die iedereen stelt. Wat is het mooist? Alles waar ik aan moet beginnen is mooi. Dus ja, is alles wat ik gedaan heb, vind ik dat mooi. Er zijn wel eens minder leuke dingen. Maar het mooiste, nee, die is er niet. Het is allemaal eigenlijk... nu was dit weer het mooiste, 21 april. Maar misschien is volgende maand iets anders het mooiste. Je maakt er altijd zelf een feestje van. Ja. Dat heb je in de volgende clip heb je ook gedaan. Maar dat gaat over... Ik voel me hot, hot, hot. Ja, waar komt dat vandaan? Is dat je op een gegeven moment op pad bent en dat je denkt van, wat is het hier warm, ik voel me echt hot, hot, hot? Of hoe kom je op zo'n nummer? Nou, dat is, ik zoek, als ik koffers neem, zoek ik naar gekende nummers die ik zelf leuk vond. Dus de vorige was Hooray, Holly Holiday. En Hot, 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 dat was in de jaren 80 een nummer van Buster Point Decker, dacht ik in mijn hoofd gezegd. En die feeling had. En ik denk, nou, dat is een lekker nummer. En we moesten iets hebben voor de voetbal. Dat was toen Brazilië. Het Braziliaans wereldkampioenschap, heb ik mijn hoofd gezegd. En ik had de sponsor die het nummer sponsorde. En die zei, je moet iets Braziliaans doen. Dus toen kwam ik met dat nummer. Hebben we dat een beetje veranderd. Dat het wat Braziliaans getint werd. En hebben we daar Braziliaanse danseressen bij gestoken. En is dat een leuk nummer geworden. Ja, en dan voel jij ook hot, hot, hot. Ja. Daaraan. Ja, nou, we hadden toch eens naar kijken. En wie weet vinden de mensen zich ook wel, voelen zich ook wel hot, hot, hot. Ik ben benieuwd. Voel me hard, hard, hard.
Ja, Brazilië. Dames, ja, het was hot, hot, hot. Ja. Ja, volgens mij had je het daar redelijk warm. Ik had het heel erg warm, ja, moet je nagaan in mijn geval. Ja, ja, bijzonder, maar ja, we zagen het wel. Het was ook heel erg leuk. Ja, dit was opgenomen in België. Ja. Ja. België, dat is toch een beetje de plaats waar je moet zijn. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Ik woon natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen, ik woon gewoon in Oostburg. Maar, en ik treed ook veel op hier wel in Zeeuws-Vlaanderen, maar het meeste is gewoon in België te doen. In België en zo overal iets. In België, als de mosselen uitkomen, dan is er een mosselfeest. Komt een nieuwe haring binnen, is er een haringfeest. Is er een show van mij, is er een dinnershow. Dat werkt hier niet, sorry. Nee, dat klopt ook wel. Hè. Als je de Facebook, nou, noem maar de social media's op, zie je altijd wel posters voorbij komen van feesten in cafés, dinnershows. Ja, en toch, Jacques Ricardo staat toch ook regelmatig op. Ja, dat klopt. Gelukkig. Ja, gelukkig. Hoe anders is dat dan in Nederland? Oh, maar ik zit niet verder in Nederland. Ik zit in Zeeland, zeg maar. Maar ik ben niet door heel Nederland. Dus ik ben hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben aan de overkant, Goes, Vlissingen, die kanten. Maar niet door heel Nederland. Nee, want je zit ook in Goes bijvoorbeeld in een zorginstelling. Ja. Daar zie ik ook voorbij komen. Ja. En volgens mij is dat ook wel iets wat jaarlijks terugkomt. Die boeken mij 4 keer per jaar, in woonzorgcentrum Ter Wehl, bedoel jij waarschijnlijk. Ja. Ja, dat is, die hebben mij ook graag. Dus, en ik vind het ook leuk om te doen. Dat is weer een heel ander aspect. Ik heb eigenlijk verschillende dingen. Ik heb voor de senioren kan ik werken. Ik kan voor jouw leeftijd werken. Dat is nog geen senior. Dat niet, nee. Ik kan voor de kinderen werken. Ik werk voor heel veel verschillende leeftijden, studenten. En ik heb voor iedereen wel een repertoire. Ja. Over dat repertoire gesproken, ik zat even op de Facebookpagina te scrollen en ik zag dat je druk bezig bent met weer iets nieuws. Een dance medley. Ja, ja, daar wil ik toch wel eens iets over weten. Dat kan nou niet, ja, jou, dat kan wel. Die is bijna klaar, denk ik nu. De backing vocals hebben vanmiddag ingezongen, dan verzin ik weer iets. Ik denk, ik moet een nieuwe medley hebben voor bij een optreden, met gekende liedjes dan wel. En het was de bedoeling dat Motown medley zou worden, maar het is eigenlijk een beetje meer dansbaar geworden. En ja, dus we vragen ze wel eens, wat doe je zowel als je thuis bent? Verzinnen wat kan brengen op een optreden waar ik van denk wat leuk is. Dit is niet voor single of zo bedoeld hoor, dat is echt een optreedband, noemen wij dat. Dus als we naar een optreden gaan van Jacques Ricard, dan komt de dance medley voorbij. Ja, weet je, ik ben wel een keer naar een optreden geweest in Zeilzaten, waar je was, ja, stilzitten is geen optie. Nee. Ik heb daar goed over nagedacht. Er is altijd wel iets wat je kan doen op een liedje. Je kan de mensen laten zo doen, je kan ze laten zwaaien. Als ze willen dansen, heb ik er ook verschillend repertoire voor. Hucklebuck heb ik, een andere line dance. Ik kan ze allemaal niet zo goed zelf noemen hoor. Een Scottish, in België zie je dat veel, een Scottish dansen. En ja, daar hou ik altijd ook wel rekening mee met mijn repertoire, zodat ze niet kunnen stilzitten. Nee, maar je gaat door het publiek. En je zit stil op je stoel, ja, en je kunt eigenlijk niet blijven zitten. Want dat mag je niet. Als je blijft zitten, dan word je er gewoon afgehaald. Ja, dat klopt. Ja, en je bent... Irritant mannetje ben ik, hè? Nou ja, zo wil ik het niet zeggen, maar je neemt je publiek goed mee, denk ik dan. Ja. Je doet dat eigenlijk niet alleen, want je bent... je werkt eigenlijk in een team. Zo mag ik het wel zien. Ja. Je neemt altijd je partner mee. Ja. En dat gaat, dan kun je helemaal niet stilzitten. Want als jij niet meekrijgt, dan komt de ander wel achter je aan. En dan zijn we vertrokken. Dat klopt. Hoe werkt dat team? Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. We zijn natuurlijk als team, zoals jij dat zo mooi noemt, zijn wij al, moet ik het goed zeggen, bijna 29 jaar samen. Dus zijn we goed op elkaar ingespeeld. Ja. Dus dat gaat eigenlijk meer niks, ja. Ja, dat gaat allemaal automatisch. Ja, meer niks is waar Zeeuws, hè. Ja. Automatisch. Ja, automatisch. En het team is eigenlijk ook altijd wel compleet, toch? Ja, het weekend. Als het over gebeurt dat. Degene wie noemt dit Philippe, dus wel de man bij naam noemen, nee. Ja, ik noem jullie gewoon een team. Een team. Ik vind jullie een team. Oké, maar die kan ook wel eens niet mee uiteraard. En dan is er iemand anders mee en dan moet die dat team vormen. Maar dan zeggen ze ook wel eens, het is toch niet hetzelfde of dat Philippe mee is. Ja, daarom zeg ik ook, jullie zijn dat klopt. Een team. Dat klopt. We zijn niet voor niks bijna 29 jaar. Nee. Een team. Dan is dat een superteam. Ja. Over dat superteam.
Ik zei al, je hebt zoveel clips opgenomen, maar de volgende vind ik toch wel een beetje bijzonder. En ik zag ook, als ik zo op YouTube keek naar de reacties, zag ik staan van, wie zit er nou in dat pak? In dat pak, het is een panda. Ja, dan kom ik toch weer op de vraag, hoe kom je nou bij een pandabeer? Ja, maar dat was niet van mij. Dat heb ik niet verzonnen, zo moet ik het zeggen. Ik ben in de carnavalscene terecht geraakt, omdat ik in het feestrepertoire zit. En hadden ze een hijst, knokkenhijst, maar zeg maar hijst zelf. Hij had Torres, DJ Torres noemt die brave man, die had een nummer geschreven en dat heette Verhit je klakker niet. En dus een apparaat waar je mee moest slaan in de maat van de muziek tijdens een carnaval. En toen had hij een tweede single verzonnen en dat was De Panda. Dus toen zei hij, ik ga in dat panda pak, dus bij deze weet je wie erin zit. En, maar ja, toen hadden we, dat was allemaal nog, een clip maken kost wel veel geld. En dan zijn we, eerlijk waar, in de tuin in Breskens, bij mevrouw Ingels. Die had toen of dat nog C1000 was of de Jumbo, dat weet ik nog even niet meer, maar van de supermarkt van de familie Ingels. Zijn we bij haar in de tuin gegaan en hebben we dat daar, heeft zij dat opgenomen, gewoon met een cameraatje. Hebben we daar gewoon een leuk promoclipje bij gemaakt. Ja, en dat was heel leuk gelukt. En je mocht bij die mevrouw in de veranda. Ja, maar die had een veranda. En hoe kom je aan een veranda? En toen kwamen we bij mevrouw Ingels terecht. Ja, de veranda en de panda. En daar is uiteindelijk een leuke clip van uitgekomen. Die in de carnaval top 100, hij is ten omstreken voor de carnaval, staat zowel Verhit je klakker niet als in de veranda. Er zit een panda nog altijd in de top 10. Zullen we hem delen met de kijkers? Ja. Is dat de panda? Huh? Is dat de panda? Daar gaan we, hoor. Waar is die panda? Hier is die panda. In de veranda, daar zit een panda. Die komt uit China, dat is ver van hier. Ik geef haar vodka, Bacardi cola. Dozen fruit, shotjes en bier. In de veranda, daar zit een panda. Die komt uit China, dat is ver van hier. Ik geef haar vodka. Ik kreeg een panda Wanda voor de verjaardag van mijn vriend. Ik dacht, wat is die gek, waarom heb ik dit verdiend? Een panda in huis, dat is toch niet normaal? Maar Wanda is heel lief en ook nog muzikaal. In mijn veranda, daar zit een panda. Die komt uit China, dat is ver van hier. Ik geef haar vodka, pakken die cola. Dozen, fruken, schotjes en bier. Ja, de panda in de veranda. Ja, je moet er maar op komen. Ja. Ja, het is je gelukt. En dat is ons gelukt, ja. Ja. Ja, je zou eigenlijk heel de dierentuin wel kunnen afgaan en dan kun je er vast wel iets moois van maken, toch? Ja, vast nog wel iets leuks voor jou. Ja, ik zou eigenlijk niet weten, een apenpak of zo zou... Ja, nou ja, dan hoeven we dan geen pak voor te verzinnen, nee. Hoor. Nee, eigenlijk zou dat zo ook wel gaan. Nou, het is goed dat je het zelf zegt. Ja. Ja. Dan kan je er niet uitknippen, nee, weet je. Nee, dat knippen we er ook niet uit. Ja. Je bent zelfstandig. Ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Op een gegeven moment had ik redelijk wat werk, dat ik het zo mag netjes uitdrukken, waardoor de combinatie met mijn werk wat ik toen deed. Ik werkte in de supermarkt in Sluis daar te zingen dat het gewoon te veel werd. Dus moesten we een keuze maken en toen hebben we dat geprobeerd voor een jaar om te kijken of ik het zou kunnen als zelfstandig artiest om op te treden. En dat is, bleek na een jaar te lukken. En het lukt nog steeds, dus het lukt al 15 jaar. Ja, want mogen we dat niet bijzonder noemen in deze tijd, maar ook deze omgeving? Zegt iedereen, ja, dus het zal. Ik vind het ook leuk en vind het ook bijzonder. Maar ik denk dat het ook mede is door hetgene wat ik zelf doe. En ook dat ik die verschillende richtingen uit kan gaan. Dus niet alleen voor senioren werken, maar ook voor jongeren, voor kinderen, voor bruiloften. Ik kan voor heel veel verschillende dingen werken. Ja, je zei al van, ik werkte in een supermarkt. Stond je dan heel daar in die supermarkt te zingen? Nee. Ja, want dat zou je wel verwachten. Nee, daar had ik veel te druk voor. Dat was een hele drukke supermarkt. Dus ik had geen tijd om te zingen in de supermarkt. Maar dat waren drukke tijden dan. Want ja. Hè, je werkte dan in de supermarkt. Maar ja. Dan was het dan vaak 's avonds en in het weekend op stap. Ja. Wanneer komt dan het moment van, ja, nee, nu moet ik de knop... Nou, je wordt ook ietsje ouder. Dus op een gegeven moment moet je er rekening mee houden dat niet alle twee tegelijk kan. Ja, dus je merkte dat het echt heel druk werd. Ja. Begint dan eigenlijk die optredens in de buurt? Hè, want je woont in Oostburg. Toen was dat voornamelijk alleen nog maar in de buurt, ja.
En dan vanaf ik zelfstandig geworden ben, heb ik heel veel reclame gemaakt voor in België terecht te komen. En dat is dan op een gegeven moment gelukt. Ja, maar was dat dan ook nog de tijd van de social media's? Of moest? 2009, 2010, ja, toen hadden we dan social media. Ja, ja. Ja, maar het is natuurlijk ook heel vaak flyeren, ja. Heel veel mond-op-mond reclame, want daar moeten we. Dat sowieso. En waar je komt, je staat ergens en dan door dat je daar staat, kan je weer naar daar, zeg maar. Zo werkt het meestal wel. Ja, en natuurlijk moet je het hebben van je collega-artiesten die... Ja, ik heb ook heel veel solo dingen. Ik werk soms in artiestenparades, maar ik heb ook heel veel solo optredens dat ik daar alleen ben, zeg maar. Ja, je hebt je jubileum gehad. Ja. Was een succes. Kan eigenlijk ook niet anders. maar ja, je hebt daar dan toch ook een paar goede artiesten staan. Maar Carmen uit De Kampioenen is dan toch wel één... Ja, een echte naam. Klopt. Dat is, het was altijd al mijn favoriete personage van FC De Kampioenen. Iedereen is leuk. Maar wij kijken natuurlijk hier in Zuid-Vlaanderen veel naar FC De Kampioenen. En die sprong er gewoon uit. En in 5 jaar geleden, bij mijn vorige jubileum, had ik de kans gekregen dat ze kwam. Als verrassingact. En nu heb ik ze dan voor heel de middag maar gevraagd. Ja. Nu komt, of heb ik ze gevraagd? Ja, ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is bijzonder, ja. Denk ik. Wat heeft ze gedaan? Nou, want wij denken natuurlijk alleen maar, Carmen is actrice, dus ja, wat komt hij daar dan doen op zo'n jubileumshow? Ja, ze heeft de presentatie op zich genomen. Natuurlijk onnozel gedaan met het publiek, dat iedereen lekker gelachen heeft. Ze heeft met mij ook een prijsuitreiking gedaan. We hebben een prijsvraag er nog in zitten. En ze heeft ook nog gezongen. Ook dat nog? Ja, ze heeft ook nog een aantal liedjes gezongen en ook nog samen met mij. Een duet. Ja. Zelfs dat kun je ook nog. Ook. Maar dat heb je wel vaak gedaan, toch? Duets? Ja, ook dat. Maar en ook al met haar in het verleden ook al. Dus dat was gewoon heel leuk om te doen. Ja. Nou, ik zou zeggen, 25 jaar zit erop. We gaan er toch nog wel heel veel jaren bij plakken. Ja, maar geen 25. Maar we gingen minimaal voor 15. 15 wil ik nog vanuit gaan. Nou, dan kom ik over 15 jaar weer bij jou zitten. Ja, dan zijn we net allemaal als 5 jaar geleden, toen was dat volgens mij hetzelfde bankje. Ja, hetzelfde dus over 15 jaar is dat nog steeds zo. Alleen zijn we dan wel grijzer en wel ouder. En mijn haar verder voor, dat komt allemaal goed. Komt helemaal goed. Ja. Bedankt ook. Voor je komst. Heel veel succes. Ja, cool. En over 5 jaar dan maar weer heen. Dat is goed, jongen. Bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Scheldemondig met de ster uit Oostburg. Dat mogen we toch wel zeggen. En mocht je hem nog een keer willen zien, live, vast wel eens in de buurt, maar op YouTube en social media zeker ook te volgen. Tot de volgende keer.